Ja, dat moet dan gaan gebeuren onder Johan Streur, Berry Smit en Richard Strikker. Dat is het drietal dat nu de verantwoording heeft overgenomen van Gert Kruijs. Wordt het daardoor meteen beter? Nee, want de kansen zijn aanvankelijk in de eerste helft voor de ploeg uit Dordt. Grootste was daar voor Tano. Dan een hoekschop en volledig ongedekt Cecilio Lopez. En die profiteert meteen dankbaar. Het was een hele matige vertoning voor rust. De tweede helft wordt leuker, want Volendam gaat net eigenlijk als in die wedstrijd tegen Zwolle op jacht naar de gelijkmaker. Daardoor geeft het ook kansen weg achterin. En wat dacht u van deze na een blunder van Leon Tol, maar is niet besteed aan Jeffrey Rijsdijk. Volendam eigenlijk beter, maar uit countermogelijkheden komt dan weer Dordrecht. Rijsdijk opnieuw. Weer schiet hij naast. En zo is het vermakelijk naar rust. Zeker als Jack Tuyp zijn rentree maakt. Hier is Tuyp en hij is heel dicht bij de 1-1. Hij stond een maand langs de zijlijn vanwege een hamstringblessure. De topscorer van Volendam. Volendam dringt Dordrecht terug en krijgt nog veel meer kansen. Tuyp nogmaals. Maar een goede redding van Van der Ploeg. Het doelpunt kan evenwel niet uitblijven. Maar dat geldt ook voor Dordrecht. Dat hier via Rijsdijk weer gevaarlijk wordt. Die legt dan af. En Lopez. Maar hij krijgt hem er niet in. Mooier dan deze. Ja, kan je ze eigenlijk niet krijgen. Doet Volendam nog wat? Ja. Via wie? Natuurlijk. Jack Tuyp. Hij scoorde zijn laatste op 9 december. Maar nu is hij weer doeltreffend. Zijn 18e toch alweer van het seizoen. 1-1. Dan komt er nog één mogelijkheid voor Rijsdijk in de slotseconde. En zo eindigt deze wedstrijd na een matige eerste helft. In 1-1 met dank dus weer aan de teruggekeerde Jack Tuyp.